Nou, hier dus vol gas naar beneden. En dan lag hier die balk. Hier, die ding. De dikke ding. De 61-jarige Frits van der Voort raakte 2 weken geleden in het Amsterdamse bos ernstig gewond. Dat gebeurde nadat hij tegen een boomstam die dwars over dit pad lag reed. Toen is zijn fiets hier bijna in de sloot terechtgekomen. Hij 6 meter verderop hier een soort salto gemaakt en op zijn nek en rug terechtgekomen. En heeft ernstig letsel opgelopen. Hoe is het nu met hem? Ja, nog steeds kritiek. Hij vecht al 12 dagen voor zijn leven. En hij heeft daarnaast ook nog een longontsteking, ligt aan de beademing. Hele hoge koorts gehad, verbrijzelde kaak, ribben gebroken. De boomstam lijkt volgens familie en vrienden bewust te zijn neergelegd. De recherche is een onderzoek gestart. 12 minuten à 10 minuten voor het ongeval heeft hij hetzelfde rondje gefietst. Toen lag de boomstronk er nog niet. Dus het is in een periode van 10 tot 12 minuten geplaatst. Ja, en wij willen gewoon ook weten wie dat heeft gedaan. Ik denk ook dat degene die dit gedaan heeft niet voorzien heeft welk leed hij veroorzaakt heeft. Maar je zou ook de boswachter kunnen bellen en zeggen van er zijn hier jongens aan het fietsen en dat vind ik niet zo prettig. Of een andere waarschuwing geven, maar dit is echt alle perken te buiten. De politie en familie zijn op zoek naar getuigen die op vrijdag 29 mei in de buurt van de Hazenheuvel rond 1:15 in de middag iets opvallends hebben gezien. We hopen natuurlijk dat er gezien is dat iemand de boomstronk daar heeft neergelegd. We willen gewoon weten wie dat heeft gedaan en waarom. Want mijn vader is een super lieve man. Dus hij doet nooit vlieg kwaad. Dus het kan niet persoonlijk geweest zijn. Dus waarom dan wel?